vandaag een heel interessant college, zo heet dat, van Remco Scheepmaker. Verder, naar zijn middelbare school is hij naar de universiteit gegaan. Hij zal het straks nog even beter vertellen, maar dan heeft hij sterrenkunde gestudeerd. En toen hij dat gedaan had, toen heeft hij ook nog, is hij verder gegaan, is hij onderzoek gaan doen. Dus lang nog niet alles van de sterren is bekend. En wat nog niet bekend is, wordt onderzocht. En Remco gaat jullie nu vertellen over wat hij weet van de sterrenkunde en wat interessant is voor jullie. Maar ik werk nu bij het Esrom, heet dat. En dat zit in Utrecht. En Esrom is een, zeg maar, bedrijfje waar we onderzoek doen in en vanuit de ruimte. Maar we kunnen ook met zo'n instrument naar beneden kijken, naar de aarde. En dan kijk je door de luchtlaag van de aarde heen naar beneden. En dan kun je heel veel te weten komen over ja, hoe de aarde werkt. Wat zou je denken? Zou je even met een raket naar de andere sterren kunnen om te kijken of er een planeet zit waar je kan leven? Nee? Waarom niet? Het is een soort brandstof. Ja, dus je hebt heel veel brandstof nodig inderdaad. En hoe lang denk je dat het duurt om naar een ster te reizen met een raket? Nee. Ja, ongeveer. Ja. Dus een foto maken van een planeet, bijvoorbeeld zoals de aarde, die is zo groot, die staat naast de ster. De sterren zijn ontzettend groot en helder, net als de zon. Alle sterren zijn zonnen. Dan ga ik hem even een beetje velen doen, maar dan ga ik jullie ogen schijnen. En dan moet je maar eens kijken of je de rode planeet kan zien naast de ster. Kijk, en nu dan? Is dat, hè? We hebben dus een trucje nodig. Nou, wat kun je nou bijvoorbeeld doen? Stel nou dat dit is weer de ster. Als je nou de planeet hebt die draait rondjes om de ster, zou je kunnen zien als de planeet voor de ster langs gaat. Kijk eens goed op het scherm, dan zie je het licht van de ster en dan doet de planeet doet dit. Dat kunnen we wel zien, hè? Ja, dit kunnen we zien omdat de ster een beetje uitgedoofd wordt. Dus als je naar het licht van de ster kijkt, kun je zien als er een planeet voor langs gaat. En dan gaan ze met die satelliet naar het licht van de sterren kijken. En dan gaan ze meten hoe helder dat licht van de ster is. En dat zie je hier gebeuren. Dus je ziet hier een planeet, die gaat over voor de ster langs. Dat kun je zien als een zwak puntje. Maar dat kunnen wij vanaf de aarde niet zien, want dat is te ver weg. Maar als je naar de hoeveelheid licht kijkt die van de ster komt, zie je dat het een beetje minder wordt als er een planeet voorlangs gaat. En dat kunnen we meten vanuit de ruimte en vanaf de aarde misschien ook wel. Maar het is makkelijker vanuit de ruimte. Dus even kijken, als we dan die planeet hebben gevonden, hebben we er een foto van, dan weten we nog niks, want we weten niet hoe die planeet er dan uitziet. Want we kunnen niet zoveel zien, we zien alleen maar een puntje, een vlekje. En wat we dan doen als sterrenkundige, dan maken we een spectrum. Ik heb hier een apparaat. Deze grote kast, daar zit een lamp in. Maar dan hebben we hier nog een prisma. Dus dit is een driehoekig stukje glas. Nou, als ik dan de lamp aanzet, kijk, ik kan laten zien, als hier de lamp zit, is het hier nog wit. Zie je dat? Hier is het licht nog wit. Hier is het ook nog wit. Gaat het door de lens. Dan komt hier het prisma. En daarachter, daar is het nog een beetje wit, maar ook een beetje gekleurd. En als ik nou verder weg ga, verder, wordt het uit elkaar getrokken tot allemaal kleurtjes. Zie je dat? Dus dat is het spectrum door een prisma. Dan heb ik even een vrijwilliger nodig. Allemaal wel, hè? Even kijken. Zal ik jou eens laten kijken? Jij zit mooi vooraan. Moet je kijken wat je, zie je iets verschijnen? Een regenboog inderdaad. Die zie je dan aan de zijkant, hè? Ja. En die bestaat uit allemaal kleurtjes, als het goed is. Ja. Je ziet dus niet alle kleuren, maar je ziet bepaalde streepjes. Ja. Of niet? Van alleen maar bepaalde kleuren, maar niet alle kleuren tegelijk. Dat klopt. Nou heb je dus een wetenschappelijke experiment gedaan en dan heb jij iets geconcludeerd, zeggen we dan. Ja? Oké, okay. Nou geef hem maar door aan de persoon naast je. Nou, jij even kijken. Je moet hem anders omhouden, zo ja, waarschijnlijk. Zie je dat?
Dat is een spectrum. Daarachter moet je hem ook andersom houden. Heb jij dat ook al gezien? Ik heb hem even door. Hebben we het allemaal gezien, hè? Ja. Dat heeft te maken met wat er in die lamp zit. Want in die lamp, dit is geen normale lamp, maar dit is een TL-lamp eigenlijk. Er zit een balkje in en daar zit gas in. En wat je dus hebt gezien, wat jij dus nou alleen hebt gezien, maar dat kunnen we straks nog eens proberen. Dat je dus, als je naar gas kijkt, zie je dus een speciaal spectrum. En wat je dan dus ziet, is een soort streepjescode, hè. Dus net als in de winkel, alle producten, verschillende producten hebben verschillende streepjescode. En dat is in de natuurkunde hetzelfde. Dus gassen, verschillende gassen, hebben allemaal verschillende streepjescode. Nou, stel nou dat we zo'n planeet hebben gevonden straks. Stel dat jullie die foto hebben gemaakt, jullie hebben een planeet gevonden en die maakt er een spectrum van. Hoe kunnen we dan zien dat er leven is? Nou, dan heb ik hier twee spectra laten zien. Eén, hierboven staat er één en hieronder. En op welke zou er nou leven zijn, denk ik? Jij bent ook zeker van je zaak. De bovenste. Oh, waarom denk je dat? Nou, daar zie je meer spectrum. Je ziet meer spectrum op de boven, dat klopt. Maar je ziet eigenlijk hier het spectrum van de ster. Dus dit lijkt op het licht van de ster zelf. Dus daar is niet zoveel aan veranderd. Dus als ik dat zeg en je kijkt naar die onderste, die is veranderd. En heel klein beetje blauw. Nou, de atmosfeer is blauw. Heel erg veel groen. Wat is er op de aarde heel erg groen? Wat leeft? Gras, bomen, planten. Maar goed, we weten niet precies wat we kunnen verwachten. Want we hebben dit nog nooit echt gezien zo. Dus om dit te oefenen, gaan we naar de maan toe binnenkort. Dat willen we tenminste. Want kijk, hier kun je zien hoe de aarde eruit ziet vanaf de maan. Hij draait snel. Dan kunnen we zien hoe de aarde eruit ziet alsof die een exoplaneet is. En dan kunnen we dus gaan oefenen om te kijken van hoe ziet de aarde er nou uit als je er een spectrum van maakt. Dit is een hele bijzondere foto. Want dit is een foto van een planeet waar we weten dat er slim, intelligent leven bestaat. Van miljarden kilometers ver weg. En welke planeet denken jullie dat dat is? Aarde natuurlijk, ja. En dat is de foto gemaakt door de Voyager, de ruimtesonde die op dit moment het zonnestelsel verlaat. Is gelanceerd met een raket en die maakt foto's nog. Tot zover was het college. Degene die nog meer vragen wil stellen, zie jij ook straks, die moet maar even...